geven van hetgene wat we doen op training. Oké. Om een beetje gevoel te krijgen hoe we staan. Allemaal ja, om hem verder te brengen in de techniek. Ja. Nog verder. Nou, vertel eens. Hoe was de hele samenwerking? Nou, elektronica. En toen ben ik bij Amendrecht gekomen. En daar ben ik begonnen als eikmotor. Dat is een pomp bij even kijken als ik ook echt ontwikkelen heb binnen de firma. Ja, dat was bijzonder en ja, dan krijg je op een gegeven moment denk je wel, dan voel je wel in één keer die spanning van oh, nou gaat het toch wel voor het echie, om het maar zo te zeggen. Maar ik denk dat het verder wel goed is gegaan. Zo. Waar is het zo moeilijk om toch met de onderwijsinstellingen toch wel nauwer... Nou, het is een mooi stukje ondersteuning in de doelen die we hebben met onze mensen. Het is weer een stukje service wat vanuit die vereniging, vanuit die branche, vanuit het overleg met overen of met de vakbonden en met de metaalunie, alle partijen komt. Een stukje maatwerk. Leuk hè, de koningin op bezoek. Ah, heel bijzonder, ja. Ja. Het is ook een leuk bedrijf waar we werken. En, ja, en dit is natuurlijk helemaal uniek hè. Ja. Ja, dat vinden we heel bijzonder. Dat zie je niet vaak. Ja, op tv zie je het, maar anders niet.